altijd bij je nieuws, toch? Ik ga vandaag een boodschap doen. Ga je alweer boodschappen doen? Ja, sorry. Het is gewoon iets voor mijn dagelijks leven. Dan heb ik tijd. Deal with it. Het is erg onstuimig weer. Het waait heel hard. Dus ik ben echt benieuwd. Oh, of wat? Hoe het weer verder gaat aflopen vandaag. We zouden eigenlijk in principe naar Urk toe gaan, maar omdat het zo onstuimig weer is, ga ik die gewoon niet wagen. Eerst gaan we naar de Albert Heijn, even geld binnen voor Patrick. We hebben zeg maar zo'n automaat van de ING, dus dat is best wel chill. En dan gaan we naar de andere kant toe lopen. Moet ik nog even denken. Ja, ik weet dat ik moet tanken. Eigenlijk ook wel in de regio. Ik ga zo tanken. Ik moet eerst even geld halen. Ik weet tenminste wat ik overhoud. Wat ik overhoud. Ik zou wel lachen. Patrick wil het net. En er is een spel in de aanbieding. Waar hij heel lang op zit te wachten. Dus ik gun het hem zo om dat spel te kopen. Dus wat ik ga doen. Ik ga een cadeaukaart halen voor 20 euro. En dan mag hij hem dus halen. Heel soms, dat heb ik hem dus ook al gezegd, heel soms, dan moet ik nee zeggen. Omdat we anders dan niet uitkomen met geld. Dus dat is echt gewoon heel vervelend. Ik vind dat heel vervelend, gewoon om hem nee te verkopen. Maar nu heb ik zoiets van, ja, hey, fuck that shit. Hij is 20 euro's goedkoper. Ik ga hem nou niet langer meer laten wachten. Hij krijgt hem gewoon voor mij. Ik ga hem niet meer langer laten wachten. Voor Jackie. Dus ik ga naar de deur. Ga ik daar mijn boodschapjes om? Bij de Lidl.
zo druk. Het is altijd druk op deze tijd, ja. Iedereen heeft zo'n zin. Ik ga boodschappen doen. Er is ook geen ander ongeluk. Maar goed, het is vervelend. Naar voren gaan. Of naar achter. Oh, die gaat ook naar achter. Nou ja, laat maar. Komt waar. Ik heb boodschappen doen. Oh, ja. Kan ook anders, Kim. Nou, zie je zo. Zo. Ik heb het lekker gekocht. Dit is zo lekker, hè. Ik ga dat stukje mijn handen weer zitten. Trouwens, bij de Lidl hadden ze een nieuwe ijskoffie. Espresso. Dus die ga ik ook eens even uitproberen. Ik moet daar nog even op de knieën lopen. Een paar dingen aanhalen. En zijn we klaar. Dan zijn we klaar. Kijk niet zo boos. Het gauw is een heel goed.
rijdt echt behoorlijk hard. Jasper zou er wel weer onder zetten. Kim, je rookt! Wauw, ik zelf een ja. Was ik wel roken, wil ik roken.
Heel veel mensen houden nu van stukjes in hun drinken. Ik vind het lekker. Nou, gaan we naar de Jumbo. Jumbo! We gaan een paar dingen halen. En dan ben ik klaar. Hallo allemaal. Daar ben ik weer. Ik ga vanavond een beetje stout doen. Want ik heb 10 flesjes Fireball gehaald. Ik weet of ik dat nog lekker vind. Fireball. Onze vakantie nu geregeld. We gaan naar de Hutte Heugde.
daar heb ik echt heel veel zin in. Kan ik echt niet op wachten. Helaas moet ik niet meer wachten. Tjus. Nou, dan gaan we weer. Joep. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. En ja, ik was weer boodschap aan het doen. Sorry. Sorry. Het spijt me.
stapelt gewoon echt niet goed weer. In ieder geval, ik heb deze boodschap gedaan. Oh, trouwens jongens. Niet altijd geloven zeg maar dat de winkel goedkoper is dan de andere winkel. Want dat heb ik maar weer bewezen bij de Lidl. Jumbo zegt dat hij goedkoper is dan de Lidl. Hebben ze daar even flink mis? Want als ik alles zou halen, zeg maar wat ik nu heb gehaald, dan zou ik boven de 52 euro kwijt zijn. Nu ben ik iets van. Ja. 32 euro kwijt of zo. Dat zou zeg ik. Niet altijd geloven wat. Dan zijn we hier. We gaan even cola halen en zo. Is Jack en Nielsen? Het is hier druk. Het is hier reten druk. Oh, trek je. Ah. Zo. Een plekje gevonden. Mooi. Tot zo.